Hoi allemaal en welkom bij een nieuwe video. De laatste tijd probeer ik steeds weer wat meer aparte shopvlogs te maken. Want ik doe het de laatste tijd zoveel in mijn weekvlogs. Maar ik merk dat jullie het ook wel heel leuk vinden als ik gewoon aparte shopvlogs voor jullie maak. Dus niet alleen pashokje shopvlog, maar ook bijvoorbeeld thuis. En nu had ik zo'n grote bestelling geplaatst bij de H&M. Volgens mij was het meer dan 600 euro met alleen maar jurkjes. Het is gewoon op rekening, zeg maar. Dus puur zodat ik gewoon lekker niet de winkel in hoef. Maar heel veel jurkjes zie ik ook in de winkel niet. Maar gewoon thuis allemaal jurkjes kan passen. En hopelijk zitten er een paar leuke tussen. Ik ben zeker niet van plan om alles te gaan houden. En ik ga er ook vanuit dat niet alles geweldig gaat zijn. Maar het is echt een enorme doos. En hij is ook mega zwaar. Als je het leuk vindt, doe even je duimpje omhoog. En vergeet niet te abonneren als je meer kledingvideo's en andere dingen van mij wil zien. Ik weekvlog ook, maar ik doe echt ontzettend veel met kleding. En ik neem jullie altijd mee in de zoektocht naar het vinden van perfecte kleding voor bijvoorbeeld mijn lichaam. Laten we gewoon meteen gaan beginnen. Het is 26 graden in de woonkamer. Ik moet over 3 kwartier weg. Maar ik wilde gewoon heel graag weten hoe de jurkjes zijn. En ik wilde het echt first impression voor jullie doen. Ik dacht, ik kan zeg maar steeds zo alle jurkjes gaan pakken en dan passen. Maar toen dacht ik, waarom ga ik niet gewoon mijn vloglens erop zetten? Want ik zit nu heel ver weg en dat is niet handig met kleding laten zien. Dat ik lekker gewoon goed mijn kleren kan laten zien aan jullie. En gewoon achter elkaar alles passen. Dus ik hoop dat jullie dat leuk vinden. Ik laat heel even snel een beetje zien wat voor dingen erin zitten. Dit snap ik niet, want dit is hetzelfde. Wat hebben we nog meer? Dit. Dan weet je even of je het leuk vindt om verder te kijken. Of er wat voor je bij zit. Het is enorm veel. Oh, ik ga zo meteen naar mijn afspraak straks. Nog zo'n puntje. Ik had eerst nog een beetje, maar ik kom maar tot een bepaalde dag op rekening betalen. Ik ga niet ineens even 600 euro aan je betalen. Oh, jongens, het stopt maar niet. Wow. Het is zoveel. Nou, niet normaal. Oké. Ik ga me omkleden en het eerste jurkje aantrekken. Let's go. Oké. Praat trouwens zoals altijd weer gewoon lekker mee in de reacties wat jij ervan vindt. Ik ga niet in deze video vertellen wat ik ga houden. Wat ik altijd doe is ik ga de beelden terugkijken en nog een keer terugkijken en nog een keer terugkijken. Kijken wat het kost en dan ga ik beslissen welke ik hou. En vaak kijk ik ook nog even wat jullie zeggen. Het eerste jurkje. Ik ga er niet te lang over kletsen ook, want ik kan hier dus nu een half uur over kletsen. Het eerste wat ik zie is dat hij te wijd is. Ik ga even dit weg doen, dat is niet netjes. Ik hou van wijd, maar omdat hij dus hier een bandje heeft, dus hij is niet recht, er zit hier zeg maar iets getailleerd, dan is het niet mooi als het te wijd zit. Dan moet het ook echt wat strakker vallen. Dus deze, ik heb alle schouder 44 besteld. Dus deze zou ik dan in 42 bestellen. Ik ga even mijn haar vastdoen. Ik heb even een haarband in. Misschien ziet het er niet uit, maar dat zit even lekker. En verder vind ik hem, want ik weet sommigen misschien niet die nieuw zijn. Ik ben juf, dus ik moet ook jurkjes hebben die netjes zijn. Nou, deze valt op mijn knieën, dus het is een degelijke lengte. Net een beetje lang. Een beetje oma model qua lengte. Ik ben er niet verliefd op. Ik vind ook het gepofte hier het niet mooier maken. Ik vind het leuk als het opwijdt. Ja, ik hou er normaal wel van, maar ik vind het net niet geweldig. Dus het zou een handig... Nee, dit gaat denk ik niet worden. Vind ik net niks. Dit jurkje vind ik ontzettend leuk. Ik vind het echt een Christina jurkje. Grappig. Wat een mooi jurkje is dit. Het is een heel gek stofje. Misschien kan je het horen. Oh, wat is hij mooi. Wat valt hij mooi zeg. Wat vind ik dit leuk. Een soort van kraagje. En dan hier heel mooi. Niet te diep. Leuke mouwtjes. Ik denk wel dat hij heel erg warm is. Ik merk dat dit is best wel... Het is niet luchtig, want het zit hier dicht. Maar daarbij is het ook best wel een dikke band. En ik merk dat ik me er nu al hier in de hitte in dit huis... Het is natuurlijk wel 25 graden. Dat is wel echt heet. Dus ik kan op zich nu wel goed beoordelen of jurkjes te warm zijn. Want buiten is het dan vaak nog wel lekker windje en zo. Ik vind hem ontzettend leuk. En ook weer deze. Oh, er zitten zelfs zakken in. Nadeel dat ik denk dat hij dus een beetje warm is. Maar de lengte is goed. Ik heb echt niks zoals dit. Ik vind het een heel fijn model voor mij. Ik draag trouwens geen strakke jurk. Dus als je daarop had gehoopt, kun je meteen wegklikken. Dit gaat op de stapel met dat ik die misschien wel wil gaan nemen. Dit jurkje vind ik mooi staan. En ik denk ook dat hij op beeld mooi staat. Dat weet ik niet, denk ik. Maar hij zit niet lekker. Hier trekt het een beetje. Hier zit er zo'n strakke band. Dat ja, je kunt hem wat hoger doen. Ook een beetje verstikkend. Hier is het een band. Maar die valt wel mooi. Ik vind het verstikkend. Hier. Het is niet iets wat ik lekker vind in de zomer. Nee, het is wel grappig. Zeker een mooi jurkje. Oh, hij doet het heel goed voor mijn figuur. Als je dat ziet. Hij tailleert echt perfect voor mij. Hier zie je bijna geen vet. Hier zie je bijna geen buik. Ook niet echt billen, maar dat komt omdat ik echt niks aan mijn billen doe de laatste tijd. Heel goed voor mijn figuur, echt heel goed. Maar ik krijg het heel erg benauwd erin. Ik heb haar met even uitgedaan, dat is irritant.
Deze vind ik, het is zo grappig, want soms zie je zeg maar een jurk. Ik let heel erg op mijn buik. En dan zie je die helemaal niet in een kledingstuk. Terwijl ik voel dat die hier trekt. En dat vind ik niet fijn. En dat doet het juist goed voor je figuur, want het houdt je buik een beetje strak. Maar ik vind het niet fijn als ik hier zeg maar zo'n getrek voel. En dat voel ik. Dat komt omdat het jurkje dus recht loopt hier. Als je brede heup hebt, is dit echt een lastig jurkje. Dus ik bedoel, hij loopt helemaal recht. Niet E-lijn of zo. Oh, wat grappig. Ze doen een overslagjurkje na. Maar dat is het dus niet. En verder is het gewoon een heel normaal stofje. Het is een gek hier. Wat lelijk. Dit is ook met dat het hier diep zit en dan hier zo'n kraagje. Maar ook nog een touw eraan. En het is heet. En wat een... Ik hou niet van die stofjes. En er zitten ook zakken in. En het ziet er echt niet uit. Er moet sowieso een band omheen. Maar dan alsnog zou ik... Nee. Ik vind het heel erg lelijk. Volgens mij is dit jurkje van Divided ofzo. Want hij is heel klein. Het is wel een leuk jurkje als je denk ik een wat kleiner bent. En wat slanker. Dan is dit wel een leuk jurkje, zeker. Maar... Ja, het staat best wel op billen. Het staat best wel heel erg leuk eigenlijk. Maar ja, er zit hier dus weer een band. En dat knelt. En daar hou ik gewoon niet van. Maar ik twijfel toch wel. Want eigenlijk vind ik hem wel heel leuk. Misschien moet ik er gewoon aan wennen. Want ik heb het nu ook heet. Dat moet ik ook niet vergeten. Wat vinden jullie? Ik vind hem eigenlijk best wel mooi vallen. Hij is niet heel luchtig omdat er wel weer een onderjurkje onder zit. Ja, hij is eigenlijk wel heel leuk. Grappig, dit is een overslagjurkje, maar die zit dus niet vast met een touwtje. Hier wel, maar de eerste keer dat je hem vastmaakt met een knoopje. Vind ik wel fijn. Hij staat mooi. Wow, als ik bepaalde strakkere jurkjes zou dragen, maakt het echt wel slanker, zie ik inderdaad. Maar ja, ik wil dan hier iets erbij laten stikken. Anders is het gewoon open. Hij knelt hier net een beetje. En hij is te kort voor mijn werk. Dus ik ga nu niet kiezen. Het is wel een heel leuk jurkje. Ik denk dat dit voor heel veel wel een aanrader is. Dat heel veel meiden dit een heel leuk jurkje zullen vinden. Dit vind ik een heel mooi jurkje. Ik heb heel veel getailleerde dingen. Dat is toch beter, hè? Maar hij trekt niet zoals ik hem wil. Want dan valt die tailleband. Dus hij valt zeg maar zo. Vind ik niet zo heel leuk. En hij is zo doorschijnend. Ik zie gewoon mijn hele buik er doorheen. Wat ik dus echt niet wil. Dat betekent dat je de rest ook echt gaat zien. Je ziet alles er doorheen. Het is een hele dunne kwaliteit. En dat had ik niet verwacht. Op de foto leek het echt een heel mooi jurkje. Ik vind dit wel een beetje een tegenvaller. Ik vind dit heel mooi. Maar voor de rest is het echt gewoon een lap stof. En nee. Net niet. Nou, als je mij kent, dan weet je dat ik heel vrolijk word van vrolijke jurkjes. Maar dit jurkje is toch raar. Ik word al helemaal claustrofobisch bij te doen. Je moet hem hier vastknopen in je nek, wat me echt niet lukt. Oh. En dan is hier een hele diepe spleet tot echt onder mijn BH. Als hij gewoon zo was, was het gewoon... Oh, wat een hete stof. Volgens mij vinden jullie me echt een aansteller, maar het zijn echt geen lekkere zomerjurken. Het is bloedheet. Het zit helemaal dicht. Het is een zweetstof. Nee, oh. Het staat helemaal nergens op. Die V loopt tot helemaal tot hieronder. Wie gaat dit nou helemaal zo dicht doen? Het trekt ook helemaal. Het lukt helemaal niet. Moet hij dan andersom? Maar nee hoor. Poeh. Deze vind ik dus geweldig leuk. Het geeft me een beetje het gevoel van het jurkje dat ik net aan had, zeg maar, bij de intro. Maar dan heel anders. Maar toch. Bobby, je gaat nu mijn camera om laten vallen. Maar deze is kort. Ziet er niet uit. Wow. Bijna naakt, zei ik. Hij is van Divided. Jammer, want ik vind deze heerlijk. Deze heeft ook een band, maar deze is bewegelijk. Beweegbaar. Mijn kat is vliegen aan het vangen. Precies goede hals. Helemaal leuk. Heerlijk jurkje. Als je een tiny meisje bent en je houdt van dezelfde soort jurkjes als ik, is het echt een aanrader. Als hij wat langer was, als hij zo was, had ik hem direct gekozen. Had ik dit de leukste tot nu toe gevonden. Helaas. Nou jongens, tot nu toe valt het allemaal behoorlijk tegen. Zit er gewoon niet uit. Het is heet. Het is... Nu denk ik, misschien kun je jurkjes toch beter wel in de winkel passen. Dan zie je gewoon precies meteen of het wat is. Het leek op de website allemaal heel leuk, maar... Dit jurkje zit wel gewoon lekker luchtig zomers. Maar ik vind hem niet heel leuk. Ik vind hem een beetje oma-achtig. Ja, simpel. Maar hel van simpel. Vind je het printje toch niet zo leuk? Misschien vond ik het op het internet wel leuk lijken. Wat vinden jullie? Het is prima ook om in te werken. Maar het is niet dat ik zou denken, oh, ik heb zin om een nieuwe jurk aan te doen. Snap je wat ik bedoel? Dus deze gaat het ook niet worden. Hebben jullie er nog zin in? Ik niet heel veel. Oké, ik snap het idee van de jurk.
Oeh, dit is, had bijna een perfecte jurk kunnen zijn, vind ik zelf. Een beetje zoals mijn panterjurkje, zeg maar. Echt wel een mooi jurkje. Maar ik twijfel op de website al over de kleur, want het is een beetje een viezige kleur. Ik weet niet of het overkomt op beeld, maar het heeft een beetje de kleur van de Amsterdamse grachten. Hij schijnt sowieso door. Het is echt een slootwaterkleur. Ik weet niet of jullie dat zien. Het is geelgroenig. Ik hoopte dus dat het misschien in het echt minder zou zijn. Maar ik vind dat... Nee. Het is wel een chill jurkje. Maar weer vind ik hem niet geweldig. Het is gewoon een beetje oudbollig. Hij lijkt best wel erg op dat jurkje ook bij MS heb besteld. Mijn vlogkijkers weten dat. Dus als ik dat jurkje zeg maar nog niet had... Dan had ik hem misschien wel gewild, omdat ik dan geen rode jurkjes had. Maar ik heb nu een rood jurkje en die vind ik mooier staan. Die is wat getailleerder. Maar als ik nog geen jurkjes had, ik ben nu al lang op zoek. Als het nog begin van mijn zoektocht was, dan had ik deze waarschijnlijk wel genomen. Want hij is luchtig en ja, hij is gewoon echt wat chill. Dus dat is misschien een tip voor iemand die ook nog op zoek is. Als ze denken dat ik ook voortaan misschien bij de stofjes kan kijken... naar het materiaal. Dat voorkomt dat ik een stof niet lekker vind. Dit is weer een beetje zoals aan het begin dat ik zei, die mouwen hier heel strak. Weer dat knisperstofje. Heel warm stofje. En ik heb, dat weten ook mijn vlogkijkers, dat jurkje van Villa met die hondjes erop. En dat doet me gewoon best wel erg aan deze jurk denken. En die vind ik stukken lekkerder zitten. En hij staat wel prima. Hij heeft hier haakjes. Dat, een haakje dat hij dicht kan. Maar hij kan hier wel openvallen. En hij is een beetje lang qua mouwen. Wel een schattig mouwtje. Lengte wel netjes, maar maakt me ook minder slank dan de jurkjes die ik hiervoor aan heb gehad. En heel erg benauwd. Dus dit wordt hem ook niet. Maar ik laat het ook gewoon voor jullie zien, hè. Dus soms gaan mensen zeggen, oh, je neemt niks. Maar ja, dat maakt toch niet zoveel uit. Maar denk je het misschien leuk? Ik merk wel dat Divided is. Divided niet echt meer bij mij past qua hoe ik nu ben in het leven. Want het is gewoon, het is heel jeugdig, maar het is allemaal een beetje klein en kort. Hij lijkt niet heel kort als je hem ziet, maar hij voelt heel. Hij trekt hier bij mijn oksels heel erg viezig, heel strak. Het zit hier gewoon niet mooi. Hij voelt heel cheapy. Hier vind ik hem niet mooi. Dus dit is iets dat wel heel leuk staat. Waarschijnlijk op een foto ook super leuk staan. Maar ik vind het geen mooie. Ik vind het een beetje meer geschikt voor toch wat smallere meiden en kleinere meiden. Het is gewoon niet... Hij past wel, maar ik weet niet of je snapt wat ik bedoel. Hij past, maar ook weer, hij fit niet mooi, zeg maar. Deze jurk was ik heel benieuwd, want hij leek gewoon heel bijzonder op de website. Hij was ook best wel duur. Ja, dit vind ik dus heel erg tof. Ik weet niet wat anderen hiervan vinden. Dit vind ik dus heel mooi. Volgens mij was hij ook €50. Misschien 60. Dit, ik voelde hem al toen ik hem uitpakte, is een hele fijne, hele mooie, zachte stof. Maar het kan ook echt een jurk zijn die zo... Bij het afval lag of zo ergens. Wat vinden jullie? Ik heb jullie echt nodig hierbij. Dus wat ik bedoel, van die rare pluisjes. Is dit stylish en tof? Want ik vind hem qua model heel mooi. Ik vind dit dus... Ja, waarschijnlijk gaat iedereen zeggen dat het lelijk is. Maar ik vind dit dus prachtig. Dit zou ik echt naar in de avond dat ik me echt chic zou voelen of zo. Ik zit te denken of hij een maat kleiner zou moeten. Want hij is net een beetje lang. Ik vind het heel mooi. Ik vind het een hele mooie jurk. Wat ik dus net bedoel, precies met die rode hiervoor. Echt zo, voelt gewoon als zo'n goedkoop. Net als je speelgoed hebt, gewoon van dat slechte plastic. Weet je, zo'n jurk was het. En dit voelt echt als kwaliteit. Heel mooi. Ik vind het echt heel mooi. Ik vind de kleur ook heel mooi bij mijn ogen bijvoorbeeld. Ik weet niet of jullie dat zien. Ik ben zo benieuwd naar jullie mening. Ik ga denk ik ook echt wachten tot ik jullie reacties krijg. Want ik beslis natuurlijk zelf. Maar bij dit is zo'n jurk waarvan ik dan... Dat er een kans is dat ik het prachtig vind en dat iedereen gaat zeggen van... Nee, Charlotte, dit is echt net een fotje. Of juist niet. Net mijn moeder dat toch zou vinden. Ja, deze gaat sowieso op de twijfelstapel. Ik vind hem heel bijzonder. Ja. Ik ben super benieuwd naar jullie mening. Laat het me weten. Grappig is, ik doe dus de hele tijd, weet je niet, een spel met mezelf. Raad of het divided is. En ik heb het tot nu toe steeds goed. Dan pak ik het en denk ik, is het divided? Ja. Ik sta hier helemaal naakt. Dit pas ik niet. Jammer. Ook als je weer klein en dun bent. Super schattig, leuk jurkje. Echt heel leuk. Dan hier, met mijn bezweten hoofd. De afsluiting. Alleen die groene. En ik had deze nog bij de optiestapel gezet, maar eigenlijk niet. Ga ik even zo inpakken. Want, nee. Dus de groene jurk en deze jurk. Dat is wat ik het enige wat ik leuk vind. Maar ik heb bijna iets van, hoep. Allemaal terug. Ik voel het gewoon tegenvallen. Wat vonden jullie? Ja, daar ben ik gewoon heel erg benieuwd naar. In ieder geval heel erg bedankt voor het kijken. Doe alsjeblieft even je duimpje omhoog. Zou leuk zijn.
Voor alleen al voor deze oververhitheid. Ik heb nog eventjes, ik had trouwens 3 kwartier. Ik zei een half uur, maar ik zei 3 kwartier, maar ik heb een uur bedoel ik. Ik heb nu nog 25 minuten en dan moet ik in de auto zitten. Dus ik ga heel snel douchen, want ik ben helemaal bezweet. Doe dus even je duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren als je meer van mij wil zien. Sorry dat ik negatief was in deze video, maar dat is de waarheid. Want ja, ik ga niet... Ik vond het gewoon allemaal niet mooi staan. Dus ik ben benieuwd of jullie daarmee eens zijn. Bedankt voor het kijken. Ik zie jullie volgende week op woensdag met een nieuwe weekvlog. En anders zaterdag om 9 uur met een extra video zoals deze. Bedankt voor het kijken en een fijne dag. Doei!